2 hours ago, the Eiffel Tower caught on fire. Dit soort filmpjes worden online door miljoenen mensen bekeken en gedeeld. Het ziet er dan ook erg echt uit. En het is niet het enige beroemde gebouw in Parijs wat in brand zou staan. Ook het museum waar de Mona Lisa hangt, het Louvre, zou in de fik zijn gevlogen. De brandweer zou het er maar druk mee hebben. Dit meisje woont vlakbij de Eiffeltoren en ging zelf even kijken of het echt was. Nou, nee dus. De filmpjes zijn allemaal nep. Ze zijn gemaakt met AI, Artificial Intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. Een technologie waarmee je filmpjes kan maken die super echt lijken. En dan hier is een AI foto. Dit is een AI foto. Dit is ook een AI foto. De brand doet mensen denken aan deze van meer dan 4 jaar geleden. Toen vloog de Notre Dame in brand, een beroemde kerk in Parijs. Dat gebeurde wel echt, maar deze dus niet. You don't know what to trust because it's so easy to make these things look real.